Daar gaan we. Welkom bij een nieuwe Piepshow. Uh, met uh, vandaag een flink aantal onderwerpen. En pas helemaal aan het eind, helemaal aan het eind, een klein flartje Activision Blizzard. Klein, klein mini-stukje Activision Blizzard vond ik toch even toch je de, kan het niet laten ik kan het niet laten klein, ik heb het nu één week niet gedaan <laughs> Dan Dan mag Ik mag gewoon Je zit gewoon trillen achter je computer Ik moet gewoon een klein beetje ik Activision. wil er eigenlijk mee beginnen maar dat mag niet nee um, ja, mag wel laten. fuck ff. it laten we gewoon gelijk beginnen Activision oh, fuck. gewone ja, even, Activision even, even, Blizzard laten we gewoon nou, beginnen het is, het is in principe heel klein nieuws ik pak het even hoe kan het nou um, klein nieuws zijn het is de grootste games overname in de geschiedenis uh, dat is waar um, echt, al die processen lopen allemaal nog door daar, daar komt weinig interessant uit behalve dat nu blijkt dat ook Google en Nvidia hebben gezegd dat ze toch wel hun bedenkingen hadden. En um, nou is Google wat. Dat, dat werd ook weer helemaal opgeblazen. Wat blijkt nou? Google. Um, ja, die, die is natuurlijk een beetje bang dat Microsoft ook een beetje he, op die, 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 die cloud shit uh, begint te komen. En ja. Nvidia. Nou, maar dat doen, ze, dat doen ze al lang. Ik bedoel, uh, Microsoft Azure is zo groot dat zelfs Sony PlayStation daarop. Draait. Exact. En Nvidia die uh, zegt uiteindelijk van. Stressed the need for equal and open access to games, but didn't directly oppose the acquisition according to one of the people. Dus. ze willen gewoon ook een cadeautje hebben. Ze wil een video, cadeautje. willen gewoon een cadeautje. Dus je hebt gewoon zitten. Van ja, oké. Okay. Als uh, Activision bezig is om uh, die Call of Duty Game aan iedereen aan te bieden, dan, we willen, ik hem ook. Ook. dan willen wij hem ook. Dat ja. is precies wat ik wilde zeggen. Uh, dit is een beetje vissen. Uh, dit is niet uh, dat ze de vol force voor gaan liggen op de treinsrails. Uh, het is echt alleen PlayStation, die op het moment uh, alleen staat daarin. En toen kwam ik ook nog een ander interessant ding tegen, wat ook weer aangeeft hoe fucking sneu. En hoe de wereld eigenlijk echt in elkaar zit. Um, mm -hmm. voordat, voordat Bethesda. Bethesda ja. gekocht werd door uh, Microsoft, mm -hmm. was Sony namelijk bezig met Bethesda om een deal te sluiten waarbij zij Starfield een jaar lang exclusief. Alleen op de PlayStation 5 konden krijgen. Nou, toen heeft uh, Microsoft heeft natuurlijk de boel gekocht en toen kon dat niet meer. En dat laat ook wel weer zien, jongens, kom, dit is de business. Ek, sommige dingen worden exclusief. Dit is all in the game. Ga nou niet lopen. De voorloper liggen, want er komen al dit soort dingen. Maar komen Sony ervoor. is gewoon oh. op hun kleine piemeltje getrapt. Ja, is echt op een dat piemeltje is, getrapt, Ze zijn ja. op hun kleine piemeltje getrapt. Max had eens op dat kleine piemeltje gestaan en Sony had zoiets van, ah, oh, dat doet echt heel erg pijn. Ja. en toen zijn ze heel erg. Zo van gaan huilen en tegen de, tegen de, de, de toezichthouders. Maakt ze bij een klein piepje staan. Zo pijn. <laughs> oh, het is, het is, is ook een veel, veel. Nou ja, ik vind het wel een flinke stamp. Het is wel een hele harde stap om je piemel. Nee, ze hebben gewoon gezegd van... Kom maar hier met dat kleine piemeltje. klaar, <laughs> ja, klaar, Inderdaad. Uh, Weg ermee. Be een beetje huilie-huilie En ja. uh, nou, dan ga je dit ook alweer krijgen. Ik bedoel, wat zeggen ze? vinden het allemaal uit. En dan sta je weer uh, eigenlijk gewoon met je kleine piemeltje een beetje voor lul. Ja, Sanne is Als gewoon... En het eh, om heel goed zijn, als jij een PlayStation 5 hebt... heb je ook misschien een klein beetje last van een klein piemeltje. <laughs> Dat is gewoon, Daarom is die ook zo groot. lijkt of dat dan op gaat staan, dat zie ik ook al die gasten in de comments altijd. Ja. Van die PlayStation fanboys, de, die waren gewoon een beetje klein piemeltje. Ik ja. zou eerder op een PlayStation 5 gaan staan dan op, op die massieve Xbox. Nee, maar het is compensatie. Het is, het is compensatie, allemaal compensatie van, eh, met, van ja, weet je, ja. Ja, Dan heb je zo'n klein, 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 klein dingetje. Ja. En dan, 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 ja. dan moet je ook echt zo'n fucking grote console. Ja. Hmm, wie, wie weet hadden het moeten inzien dat dit zou gaan gebeuren? Inderdaad, het zat erin. Ja, daar ja, ja. Er kwam Microsoft die kwam er even slaan ja. met die Amerikaanse grote lul aan vast. Ja. <laughs> uh, ik lekker op op tafel opgewekte, bam! Ja. Lacht hij op tafel. Op zijn zo ja, dat, oh, dat fuck. is fuck. Een... Zo'n ja, grote lul heb is ik natuurlijk zielig. niet. Ja, heel, zielig. Heel, nee. heel zielig verhaal is het ja, dat is niet inclusief. Ja. Um, anyway, ja. hey, dat was hem. Activision Blizzard jongens ja. de Piep show 3 minuten 95 het is Dat is het gelukt door, ja. het is er helemaal doorheen. Nee. <laughs> um, voordat we altijd Activision Gates, Blizzard noemen vo voordat iedereen <laughs> moe werd van oh weer Activision Blizzard werd iedereen moe van een andere vaste klant bij de Piep show. Ah. Ubisoft. Ah. Uh, dat was eigenlijk onze go-to-guy. Uh, uh, want ja, de, die rommelde. Uh, Ze konden wel... niks goed doen. Nee, die konden weinig goed doen. Was ja. het niet dat, dat hun games niet verkochten? Dan, dan was er wel weer iets op de werkvloer niet goed. Ja. En um, het gaat niet veel beter. Het gaat niet veel beter. Het gaat zelfs zo niet veel beter. Dat um, Yves Guillemot heeft aangekondigd. Een, ja, ze noemen dat volgens mij een winstwaarschuwing. Namelijk ze hadden een groei voorspeld voor 2023 van 10%. En ze hebben dat nu omgevormd in een decline. Oftewel een neergang van 10%. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, dan mag je zeker dat iets over zeggen. Dat is echt ontzettend veel. Ja, ik wil, ik wil voordat je losgaat, ja, okay. um, ik heb nog wel even naar de cijfers gekeken. Het is niet zo dat Ubisoft op dit moment geen winst maakt. Ze nee, verdienen nee. nog steeds wel geld, alleen het is minder dan men had verwacht. En dat is voor aandeelhouders ontzettend belangrijk: de vooruitzichten. Gaan we vooruit of gaan we eigenlijk langzamerhand steeds meer achteruit? En dat is wat ze niet willen. Maar goed, ga we nee, uh, los. Vanuit het aandeelhoudersperspectief vandaag de mm -hmm. dag, hè, ja, doen we leven in een wereld waarin Fucking we uh, de, de enorme inflatie hebben? Uh, wat is het uh, nee, bijna 10% in Nederland uh, mm -hmm. gemiddeld afgelopen jaar, uh, en dat zijn officiële cijfers. En officieel is natuurlijk vele malen hoger dan dat, maar goed, anyways. Uh, 10% inflatie, dat betekent dat je um, als belegger uh, wil je tenminste die 10% terug hebben. Dat betekent dat je alleen nog maar op zoek gaat naar een rendement van 10% of hoger. Ja. Op het moment dat een aandeel. Niet alleen niet, en dat is waar die 10% uh, vandaan komt, die 10% growth forecast die ze hadden gedaan. Ze kijken gewoon een beetje van wat, wat, wat leeft er in de markt, waar, waar gaan mensen voor? Als zij zeggen van oké, okay, sorry, maar die gaan we niet halen. We gaan daarin tegen wel 10% achteruit. Uh, dat betekent dat als jij een aandeel Ubisoft hebt, dat die niet alleen uh, 10% minder waard is, maar je, je zit ook nog eens een keertje te struggelen met die inflatie. Dus daar ben je ook nog een keer 10% kwijt. Dus een aandeel Ubisoft is een garantie op verlies. Uh, nou, er zijn weinig mensen die zitten te wachten op een garantie op verlies. Weet mm -hmm. je, ik bedoel, als je mij een tientje leent en ik zeg je: Oké, okay, dat is een goede deal, je leent me 10 euro. Maar ik geef jou 8 euro terug uh, uh, volgend jaar. Dan heb je ook niet zoiets van: Nou, daar word ik nou ontzettend enthousiast van. Nee. Uh, zo gaat het ook over de aandelen, Ubisoft. Dus zo'n. Uh, uh, aanpassing in de groeiverwachting, uh, namelijk een, een naar beneden bijstelling van 20% maar liefst, uh, en dus een min, t-, min 10% uh, procent groei, dus een krimp van 10%. Dat is um, ja, dat dat is echt, echt heel zwaar. Heel Absoluut. ongekend. En dat um, we gaan straks naar het aandeel We gaan, helemaal aan het eind van dit verhaal. Gaan we kijken naar het okay, aandeel, ja. want dat, dat ziet er niet best uit. Uh, wat is er dan aan de hand met Ubisoft? Waarom waarom die achteruit gaat? Nou, dat dat leggen ze, vind ik, vrij plausibel uit. Uh, ze zeggen hier inderdaad van, we zijn nu bezig de laatste vier jaar om uh, feitelijk een, 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 een andere Ubisoft naar buiten te brengen, namelijk een Ubisoft uh, wat bezig is om een aantal van, mijn, van onze grote franchise, Assassin's Creed, Far Cry en de Tom Clancy games, uit te bouwen naar het heilige woord, de heilige graal, de kip met de gouden eieren live service games. Daar um, ja. gaan we het straks ook nog even over hebben. Um, maar dat betekent, uh, die moeten helemaal gemaakt worden. Daar moeten mensen voor worden aangenomen, want dat is iets nieuws. Bladibladibla. Dat duurt een aantal jaar. Nou, een aantal jaar zijn ze daarmee bezig. In die tussentijd zouden andere games voor de inkomsten moeten zorgen. Want je kan niet zeggen van, oké, okay, vier jaar komt er gewoon helemaal niks binnen en dan zien we wel of het gaat lukken. Nee, dat moet het natuurlijk gewoon wel He, er moet money bij binnenkomen. En ja. de games die voor geld hadden moeten zorgen, uh, bijvoorbeeld Mario Rabbit Sparks of Hope en Just Dance. En laten we niet eerlijk zijn, deze games, dit waren franchises die in het verleden goed verkochten. Nou, Just Dance in ja. het verre verleden. En ja. Mario Rabbits is natuurlijk. Nou, ik weet niet of dat nou per se goed nou ja, is. ja, goed. Gekocht. In ieder geval, ze hebben nog minder gekopt dan ze daarvoor uh, deden. Nope. En uh, dat valt dus tegen. Ze hebben ook nog eens een keer... Mag uh, ik daarbij aanmerken uh, dat ja? Mario Rabbids, bijvoorbeeld Sparks of Hope, echt een mindere uh, Mario Rabbids was? Want die vorige was echt heel leuk. Ja. Maar deze was echt uh, in veel opzichten een stuk minder. was, uh, was een minder game, Het is, ja, is gewoon niet goed, uh, uh, Ubisoft. Dat moet beter. Jullie moeten de lat hoger leggen, niet lager. Ze, nee. de lat, ze hebben de lat 10% lager gelegd. Dan hebben ze ook nog eens een keer uh, drie projecten die nog niet aangekondigd waren. Die hebben ze gecanceld. Um, ja. uh, vier projecten hadden ze vorig jaar al gecanceld in 2022. Dus zeven wat, games. wat denk je dat dat voor... Zijn dat dan obscure uh, indie uitprobeerprojecten? Zijn dat gigantisch grote nieuwe ja. franchises? Ik, 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 ik weet het niet. Maar uh, ze hebben toch heel veel van die... Van die weet je, dan komen ze opeens met een battle royale ja, game. Ja, 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 ja. Die floppen hopeloos. Binnen een jaar gooien ze er alweer, geven ze het alweer op. Ja, achter daarom. elkaar. Um, we zaten brieven maandag op te nemen op maandag en uh, het grappige was dat iemand daar zei, uh, want ik wist wel, Ubisoft heeft heel veel werknemers, volgens mij 11.000, maar ik pin me even niet op vast op het ja. detail. Maar iemand zei terecht, Ubisoft is 3 miljard waard, mm -hmm. Activision is 70 miljard waard en Ubisoft heeft meer werknemers dan Activision. Ja. Het is insane. Zij hebben zoveel studio's en daar zit het probleem. Die studio's moeten bezig blijven. Die, die zijn allemaal met projecten bezig. Die projecten zijn weer niet goed. Maar het moet wel betaald worden. Ze hebben volgens mij nu een half miljard uh, af ik weet niet hoe je dat noemt, maar dat hebben ze dan uh, al op de jaarrekening gezet, Geboekt, als verlies ja. afgeboekt, omdat uh, de R&D, dus uh, er komt niks goeds, niks nieuws meer. Maar ik wil dat wel zeggen. Ten ja. eerste, kijk, Ubisoft heeft uh, veel van hun personeel zitten in hun grote studios in, in Montreal, uh, to Toronto, Montreal. Ja. Uh, beide studios worden zwaar gesubsidieerd door de uh, provincie Quebec. Mm -hmm. uh, wat die doen is dat die eigenlijk de personeelskosten op zich nemen. Nou, Ubisoft zag dat als een briljante move om uh, op die manier ja, goedkoop personeel aan te nemen. Dat is de reden dat ze zo groot geworden zijn. Of eigenlijk dat die studio's zo groot geworden zijn. Maar er is een probleem bij Ubisoft. Mm. En uh, goed, uitgebreid, hebben we gesproken over de, de werkcultuur. Um, uh, en weet je, dat daar uh, van alles gebeurde. Wat in ieder geval door een gedeelte van het personeel niet getrokken werd. Maar wat daar nog meer gebeurde, is dat je zag een, uh, een, een soort cultuurclash tussen twee generaties. Je had de oude generatie game developers, die eigenlijk dat Ubisoft opgebouwd hebben. Die zijn allemaal weggegaan. Ook vanwege de werkdruk die er heerst in die studio's. Het is gewoon onzettend zwaar, uh, weet je, wij halen heel vaak die documentaire aan mm -hmm. over For Honor, waarin Jason Vanderburg, um, ja, uh, aan het woord is en hoe, hoe, hoe gedesillusioneerd hij weggaat eigenlijk. Uh, volgens mij was dat ook Montreal, die Montreal studio. Mm -hmm. um, uh, weet je, we zien de burn-outs bij de uh, project leads. Uh, het is gewoon, het is echt vreselijk. Nou, als jij een ervaren game developer bent. Op dit ogenblik. De je kunt de banen uitkiezen. En wat je nu wil doen als ervaren game is of heel veel geld verdienen. Bij uh, een van de hele grote jongens. Weet je, dan ga je bij uh, weet ik veel, Activision Blizzard misschien EA uh, weet ik veel. Of je gaat um, uh, bij een indie-studio werken. Of die ga je misschien zelf opstarten. Ja. Waar je gewoon veel meer groeipotentie hebt en je creatieve ei beter kwijt kunt. Nou, wat zie je gebeuren bij al die, 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 die uitgevers en die ontwikkelaars die in dat middensegment zitten. Want Ubisoft zit niet aan de top, maar zeker niet aan de bodem. Ze zit een beetje in het middensegment. Um, ze kunnen niet de salarissen bieden die, bijvoorbeeld, uh, die je ziet bij uh, de succesvolle uh, developers... Um, en ze kunnen niet de creativiteit en de positieve werksfeer bieden. die je ziet bij de indies. Ja. Dus wat er blijft er over. dat zijn uh, heel erg veel beginnende gameontwikkelaars. Ja. Jongens en meisjes die net van een of andere school afkomen. en die denken: van hey, Ubisoft, dat staat wel leuk op mijn CV. Ik woon in de buurt, ik heb ergens op school gezeten. weet ik wel of ik wil wel een keertje naar Canada toe. Nou, die gaan daar. Uh, uh, die gaan voor Ubisoft werken. Mm -hmm. En dat is. Uh, die nieuwe generatie gameontwikkelaars, dat zijn gewoon een. Apart type volk. Weet je, dat zijn. Ja, misschien is het een beetje gesurgeerd, maar over het algemeen, het zijn gewoon ontzettend um, uh, politiek correcte mensen. En um, daarmee wat je daar dus ziet gebeuren, is dat er daarmee een, um, een, een generatie gameontwikkelaars is vertrokken bij Ubisoft, mm -hmm. en die zijn vervangen door een generatie gameontwikkelaars die niet het werk of de werketos vooraanstellen, maar die, het die een soort van sociaal-culturele voor recht Nou, ja, weet je, er, er, er is een heerst een hele andere werkmentaliteit. Ja. Weet je, en dan, dan formuleer ik het nog positief. Um, ik denk eerlijk gezegd dat je ziet in bedrijven waar dit soort strijd plaatsvindt. Uh -huh. We hebben dat bij Twitter gezien, waar eigenlijk al de social justice warriors... die weer uitgedonderd zijn. Um, we hebben dat ook eerder gezien. Ik weet. Ik dacht dat het, um, uh, ik weet eigenlijk niet meer precies welk bedrijf het was. Um, misschien was het een Bitcoin-bedrijf, Coinbase of zo, waar ze zeiden: van ja, al die. Als je niet je politiek uh, bij de voordeur achter kunt laten, mm -hmm. dan ben je niet langer welkom om binnen dit bedrijf te werken. Nee. Nou goed, anyways, wat je nu dus ziet, is een, is een uh, nieuwe groep developers. Um, schreeuwen heel hard van de toren hoe het. Sociaal en politiek gezien allemaal moet werken. Maar uh, zelf uh, um, uh, opnieuw de toekomst van het bedrijf definiëren, dat is te hoog gegrepen. A, omdat ze er de karakter niet voor hebben. B, omdat ze er ervaring niet voor hebben. Mm -hmm. En dat, uh, dat is lastig. Dus ja, Ubisoft zit dus wel en het schip. Ik, ik, ja, goed. Ik, ik, politiek vind ik altijd een beetje een lastig verhaal. Ik, de, ik, de, ik denk meer van rechten, uh, veel rechten en weinig plichten. Dus ze willen veel, uh, maar. Waar je vroeger gewoon zei: van Als je baas zei van je gaat 60 uur werken of 80 uur werken, dan deed je dat. Want dat en dat wordt... hoeft ook niet altijd goed te zijn. Nee, nee dat zeg ik ook niet. Ik zeg niet dat dat goed is. Maar het probleem zit hem nu wel in dat hij dus inderdaad. En ik, laat ik even het bruggetje maken naar uh, dit gegeven. Want um, dit is uh, ook een e-mail die um, Yves Guimauw, uh, dus ff, ff, na, naar zijn um, uh, developers, naar zijn, zijn personeel, heeft gestuurd. Dat is bij mm -hmm. Kotaku. Uh, blijkbaar heeft iemand dat dan weer doorgegeven. Tuurlijk. Dat zie je altijd zien. Um, en daarin zegt hij, en um, ja, ik vind het wel. Nou goed, laten we het erover hebben. Hij zegt: Van uh, dit is dus uh, na afloop misschien een dag of een paar uur, dat weet ik niet precies, van die mail van het gaat niet goed met het bedrijf, uh, winstvoorspelling, uh, bladibladibla. Um, today more than ever I need your full energy and commitment to ensure we get back on the path to success. I'm also asking that each of you be especially careful and strategic with your spending and initiatives to ensure we're being as efficient and lean as possible. En dan zegt hij aan het end, en dat is eigenlijk een beetje de bombshell, the ball is in your court to deliver this line up on time and at the expected level of quality. And show everyone What we are capable of achieving. Dus eigenlijk zegt hij gewoon. Oké, okay jongens, als we nog willen dat het goed gaat met Ubisoft, uh, jullie bepalen dat. Ja. Er uh, is het nogal uitspraak voor een CEO. Kijk, feitelijk, letterlijk heeft hij gelijk in die zin van ja, hij maakt die games niet. Dat doen die mensen. Dus als die de mensen dat niet goed doen, dan. ...heeft hij een probleem. Aan de andere kant kun je zeggen... ...en dat is ook zo... ...hij is de baas... ...hij stelt die mensen aan... ...of hij stelt in ieder geval... ...de mensen aan die... ...de mensen aanstellen... ...die de mensen aanstellen... ...die die mensen aanstellen uiteindelijk. Hè? Hij staat aan de top van de piramide. Plus... ...wat we net hebben geschetst... ...dat je met jonge... Onervaren mensenwerk, die ook nog de huidige generatie, wat meer heeft van. Ja, ik wil niet meer crunch time doen. Ik ben niet voor crunchtime, maar weet je wel, ik heb mijn rechten, ik wil ook wat meer tijd, ik wil nog maar vier dagen per week werken, et cetera, thuiswerken. Deze boodschap, ik kan me niet anders voorstellen dat dit ontzettend veel stress bij deze mensen neerlegt van dude krijg ik nu ga je nu tegen mij vertellen dat het aan mij want zo gaan ze op Ik lees er iets heel anders in Ja je leest iets anders Oké okay. ik, ik lees er namelijk in dat uh, Yves Kimos zijn tools kwijt is Oké. Okay. Want vroeger was het namelijk zo dat hij zijn... Uh, uh, stel je voor dat het niet goed ging bij een van die studio's. Dan ja. riep hij de manager van die studio bij zich en dan zei hij van luister Jean-Pierre. Ja. Als jij niet uh, heel erg vlug de boel weer op de rails krijgt hier, dan, uh, dan zwaait er wat. Dan ben ja. je bonus kwijt. En als je het dan nog een keer niet naar me luistert, dan flikker ik je eruit. En uh, dan ging Jean-Pierre, die ging dan vervolgens naar de uh, afdelingshoofd, die toevallig dat teammanager, en zei van luister, als jij niet heel erg vlug de boel op de rails krijgt, dan ben je bonus kwijt, dan donder ik je eruit. Ja. Dus you Dat, dat, dat is de manier waarop die een CEO zijn beleid uitzet. Be, be, behalve denk ik als je ik vind het echt ook bijna een soort van, van dramatische zo van het end, als alles is mislukt, dan ga ik als als grote baas dan maar zeggen van jongens, nee nee nee, maar wat ik ja. wel zeggen, dat kan niet meer. Dus wat er nu gebeurt, we ze leven nu in een andere wereld. Als hij naar Jean-Pierre toe gaat, zegt hij van ja, Jean-Pierre van luister, als ik naar die studio ga en ik kom daar binnen, al die meisjes met dat paarse haar die zeggen dat ik een fucking racist ben, als ik ga zeggen... Dat ze harder moeten werken. Weet je, als ik ga zeggen dat ze een deadline moeten halen, dan zeggen ze dat ik een vrouwenhater ben. En dat ik de, uh, misbruik maak van mijn positie. En dan krijg je dat soort shit. En daarmee uh, uh, aangevend dat Yves Guimot. Kan zijn bedrijf niet meer op, zo, uh, op die manier aansturen. Nee. Nou wil ik niet zeggen dat het niet mogelijk is om een bedrijf te runnen in deze DNA. Maar deze guy is van een oude stempel. Ja, ja, ja. Weet je, die hele vergiftigde bedrijfscultuur die bij Ubisoft standaard was. Die komt bij hem vandaan. Ja. En de mensen die hij om zich heen had verzameld. waren allemaal van die mensen die zeiden. als jij niet je taken uh, volbrengt binnen de afgesproken tijd. Uh, uh, dan uh, krijg je gewoon geen bonus. En anders donder je maar op en dan vlieg je eruit. Ja. En ik weet het, want ik ken een aantal mensen die daar in de top van Ubisoft daar zo opereren. Het gaat gewoon zo daar. Ja. Dus dat het nu anders is, dat betekent dat Ubisoft een heel groot probleem heeft. Want je hebt in feite. 11.000 losgeslagen game developers, die niet meer aan te sturen zijn, die creatief gezien uh, waarschijnlijk uh, uh, hoogst emotioneel zijn. Dus op het moment uh, dat uh, weet je, waar vroeger iemand gewoon met een burn-out, weet je nog bij die, die documentaire van, uh, uh, hoe heet dat, die, van die For Honor, ja. dan zag je die guy die had dan een burn-out en dan weet je gewoon van, sorry, maar als je een burn-out hebt, ben je een jaar uit de running, minimaal. Ja, ja. En deze guy die ging twee weken naar een of ander burn-out meditatie ja, en dan retreat en dan weer ja. terug aan het werk. Weet ja, ik wil niet dat dat goed is dat dat is niet goed te praten nee. maar dat is hoe die mensen waren ja. en nu zitten ze uh, en het is ook karma hoor nu zitten ze totaal in het tegenovergestelde spectrum <laughs> ja en dit is, dat gaat dit gaat gewoon niet goed komen nee dat, dat kan dat, gewoon niet dat, dat, dat is ook een beetje het probleem en um, ik had het er met brieven maandag over met 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 jelle en koos en die, jelle die Zit niet zo in dit zaak? wie natuurlijk. Kan Ubisoft weer goed worden? Tuurlijk, man. Dus we moeten gewoon weer die games maken die ze vroeger gemaakt uh, Klopt, de, daar ja, Maar is, die mensen zijn er niet meer, maar dat bedoel ik. Van het, het gaat om: heb je de mensen om dat te doen? Ik Bedoel, tuurlijk. De oplossing is, wat mij betreft, veel, veel uh, heel simpel. Je bent veel, veel, veel te groot geworden, weet je wel. En en die race hou je niet vol want want je hebt de creativiteit niet. Die games zijn niet ga, ga weer terugschalen. Uh, ga gewoon weer uh, met, met die franchises aan de hand die goed zijn. Zet daar de juiste mensen op, weet je, de rest allemaal weg, weet je wel? En begint gewoon weer met 4000 man games te maken. Bewijs van spreken. Maar dat moet wel werken in, in Maar dat de, kan niet. dat, dat nee. is het, maar dat is dat is het stomme dit soort bedrijven. Ja. Uh, dit soort bedrijven draaien op een aandelenkoers. Ja, zeker. Dat is, nee, dat is het je probleem. kunt niet zeggen: van ik ga er 6000 man uitgooien. Uh, dat, is, dat is echt ondenkbaar. Dat ja. kan gewoon niet. Nee. En dat, uh, want dat betekent dat je dus ook in je, in je, in je revenue en in alles. Ja, komt, uh, echt de hardcore gaat terug ja. Ze kunnen niet meer overnieuw beginnen. Nee. En daarom, en dat is ook de reden dat ik. We hebben het er als ik een eerder over gehad. En ik zei: van ja, ik begrijp niet dat Yves Kimo daar nog zit. Want hij kan dit niet meer redden. Weet je, nee. het is niet meer aan hem om dit te redden. Dit hey, bedrijf. Gewoon, ja, nee, maar dat, ik snap dat dat de reden is dat hij er nog zit. Ja. Dat het zijn ego is. Maar uh, laat ik zo zeggen, over het algemeen. Wat je hebt bij dit soort bedrijven, is dat de, uh, er staat een activistische aandeelhouder op die zegt van kappen met dit beleid, dit mm -hmm. werkt niet. Uh, die krijgt vaak een groot deel van andere aandeelhouders met zich mee. Uh, in dit geval is de Guimou familie zelf voor een groot gedeelte aandeelhouder. Ja. En ze hebben die aandelen ook nog eens een keertje verkocht naar een Chinese partij, uh, namelijk naar uh, Tencent, uh, waar ze goede banden mee hebben. Dus er speelt echt van alles. Weet je, ik bedoel, Yves Guimau is al lang bezig met zijn exit. Ja. Alleen het probleem is, daarmee uh, Ubisoft gaat zo meteen in Chinese handen terechtkomen. En dat mm -hmm. ligt politiek gezien nogal uh, uh, niet heel erg opportun. Want je, net als wat je nu met, met Rusland hebt gehad, weet je, door de Oekraïne oorlog. Ja. ook al, die bedrijven trokken zich terug uit Rusland. Niemand wilde we met Rusland met elkaar. Wat denk je dat er gaat gebeuren als China straks Taiwan binnenvalt? Om maar wat te zeggen. Of als de spanning escaleert met Amerika. En, ja. en, en, en misschien ook wel Europa. Weet je, Dan, dan wordt China, uh, China opeens een, een een, een, een partij waar je vandaan wilt blijven en ja. Tencent een partij die je niet als aandeelhouder wil, hebben. Mm -hmm. ja dan dan heeft Ivekimo uh, weer het volgende grote probleem om op ja. te lossen en dat is het vervelende van wat hier aan de hand is. Dit is niet op te lossen, het ja, ja. kan niet. Ik bedoel, het enige wat je kunt doen is dat Ubisoft wordt overgenomen door een veel grotere partij en wordt op uh, uh, uit elkaar getrokken en dan ja. krijg je gewoon de de de, de, de Creed en de Far Cry en de, weet ik van nog wel vijf andere games. Die misschien nog toekomst hebben, die worden ontwikkeld door hele kleine studio's. En de rest, hop, mm -hmm. het gaat gewoon weg. Nou, dat zou kunnen. Wat, wat ik er het enge aan vind, is dat. Um, hoe eigenzinnig jonge developers ook kunnen zijn. Um, uiteindelijk wil je, als je een baas hebt, iemand die daarbovenaan staat in die piramide. en een aantal mensen daaronder. dan wil je toch het liefst dat zo iemand uitleg. Laat ik, laat ik een analogie. Op het moment als jij als voetbalteam in de eredivisie speelt en de coach komt binnen en die zegt jongens, het is aan jullie. Nou, dan kan je vertrekken. Jullie, jullie, jullie uh, moeten ervoor zorgen dat we gaan winnen. Ja, maar coach, hoe dan? Nee, het is aan, jullie. Ja, dus ik aan heb, jullie. Ik heb uitgelegd, we spelen 4-4-2. Als jullie het weigeren te legt doen, meer uit. Hij ga heeft... je zelf maar iets zeggen. Je, je wil natuurlijk, het bedrijf gaat slecht. Je wil dat dan boven van boven het management komt van... jongens, we gaan het zo en zo en zo doen. En dan gaat het goed komen, jongens. Het gaat helemaal goed komen. Doe gewoon dit, dit, dit en dit. En zo is het structuur die we gaan doen. Ja. En... It's all be, Weet je, ga lekker werken. Dat is wat je wil horen. Misty nee, Moos zit thuis, man. Die zit gewoon. Ja, maar te die, die, die Trillend met zijn knieën onder zijn kin, onder de douche. In een Iemand hoekje. die gewoon zegt: Hé, dude, ik heb de ideeën niet meer. Um, deze games moeten gemaakt worden. Als jullie ze niet goed maken, ja, dan hebben we een probleem. Ja, dat, dat... Maar te, wat ik heel interessant vind, is ja. de, de, de vergelijking met andere bedrijven. Dus we hebben dit ook gezien bij Disney en bij Netflix. En bij, bij Netflix helemaal. Dan zag je ja. op een gegeven moment een soort van... Daar kwam heel erg die woke uh, content. Kwam er, weet je, en dan hadden ze helemaal uh, uh, nieuwe series. En weet ik veel, zoals Dear White ja. People. En weet ik veel, al die shit. En... Uh, <laughs> Mensen zeiden massaal hun abonnement op. Tuurlijk. En dan zeg je al: fuck, die woke shit. Uh, get woke, go broke. Weet mm -hmm. je, dat was het gezegde. Die woke shit werkt niet, zakelijk gezien niet. Dus dat. Uh, um, en vervolgens moeten ze dan vanuit de leiding ingrijpen. Dat doen ze ook. En waarom kan dat? Omdat uh, uh, film maken en televisie maken mm -hmm. niet per se is voorbehouden aan een specifieke doelgroep. Bij videogames is dat totaal anders. Ja. Zeker voor dit soort partijen. Wat ik al zei: omdat Ubisoft niet de salarissen van Activision en Microsoft kan betalen. Uh, uh, en ze dus niet de absolute top van game mm -hmm. development binnen kunnen halen. Ze kunnen ook niet de vrijheid bieden die een indie-studio. En, en de toekomstperspectief van een indie studio kunnen ze ook niet bieden. Weet je, dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij hun grote uh, Michel Ancel, die uh, uh, Rayman heeft ontwikkeld. Die had dan zijn eigen indie studiootje. En dat deed hij een beetje onder de vleugels van Ubisoft. Ja. Dat gaat helemaal niet. Waarom zou je een godsnaam onder de vleugels van Ubisoft willen opereren? Niemand wil dat. Mm -hmm. En dat. Uh, uh, dat zag je dus gebeuren. Dat het lukt Ubisoft niet aansluiting te vinden bij die Indies of bij die indie werksfeer. Uh, ze zijn ook niet een van die grote corporates. Dus wat heb je, dan ben je aangewezen op personeel die hun carrière beginnen. Nou, en het, zijn, het is een eenheidsworst. Maar het zijn allemaal dezelfde mensen. Is er niet, is er niet een ander probleem? Anders dan ook, weet je wel, het woken ervan. Wat ik hier zie, en wat ik bij heel veel developers zie, is dat op een gegeven moment gaming is... is, is uh, het is populair geworden door de game developers. We mm -hmm. hebben vette games gemaakt. Vette games. Verkocht goed. Kwam geld binnen. En toen is het overgenomen door de marketeers. Die dachten van hé, hey, wow. Hier kan je veel geld verdienen, weet je wel. Ik ga mm -hmm. daar werken. En um, het is helemaal niet zo moeilijk op iets wat populair is nog meer geld uit te doen. Want je gaat... Je, oh, we gaan niet één game maken per twee jaar. We gaan er gewoon twee maken. En dat ja. lukt je twee of drie keer. Totdat het niet meer lukt. Ja. En de hele machtsbasis ligt daarboven bij die spreadsheet-maffia. Uh, die heeft het voor het zeggen. En alle developers die zijn overweg. Die hebben zoiets ik heb toch niks meer te zeggen. En je blijft over met een hele jonge groep. En ja. nu zeggen ze zo. Nu hebben opeens al die marketeers. Die hebben zoiets van... Ja, ik weet het ook niet meer. Weet nee. je, mijn, mijn nee, trucie die, 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 Sterker nog, die gaan ook weg. Die gaan naar Netflix. Exact, die gaan ergens naartoe. Wat ze, en, en, en vervolgens <laughs> moet die Mode zeggen. Ja, jullie moeten die games maken, maar de mensen die dat wel kunnen, ja die zijn weg. Want... Maar dat is het interessante. en dit, hij heeft we, wij geen, hebben dit al gezegd. Toen schaakstukken meer. Toen die hele uh, uh, sexual intimidatie uh, bullshit losbarstte bij Ubisoft. En je zag die mensen er allemaal uitvliegen. Um, waarvan we er een aantal ook goed kenden. En dan hoor je gewoon de verhalen, en dan weet je gewoon van ja, dit is niet, um, dit is niet zomaar iemand die vervangen wordt. Hier wordt een generatie managers. En ja. ik praat niet goed wat ze gedaan hebben hoor. Ik bedoel, ik snap best wel dat er een kutsfeer hing binnen dat ja. bedrijf, maar dat hebben ze zelf gecreëerd. Uh, daar had op gemanaged moeten worden in de tijd, is niet gebeurd. Uh, waardoor je die excessen kreeg. Uh, maar nu zijn al die mensen weg. En nu is er niemand om dat bedrijf te leiden. Nee. En die mensen, natuurlijk uh, gaan die mensen weg uit het bedrijf. Die moeten eruit. Want je hebt die, die, die eenmaal die status gekregen van een, van een toxic bedrijf. Dat wil je niet. Maar het, het, het probleem is dat je met al dat. Ze hebben het kind met het badwater weggegooid. Dat is gewoon wat er Je kan niet is. van jonge developers die gewoon twee, drie jaar in de industrie hebben uh, gewerkt, uh, eisen dat zij. In plaats van gewoon het, het leren hoe je games maakt, et cetera, et cetera, meteen gaan bepalen hoe een game eruit ziet. En, en niet voor niets dat Microsoft nu, denk ik dat het Microsoft is, maar bij Blizzard zie je weer een aantal van die gasten terugkomen. En ik denk dus dat dat gewoon is van dat ze zien van. Ja, zonder die gasten redden we het niet, weet je wel. We hebben toch die mensen met 20 jaar ervaring nodig. En Tuurlijk. dat Microsoft gewoon heeft ja. gezegd: oké, okay, we gaan andere regels opstellen, dat dit niet meer gaat gebeuren. Maar die gasten komen gewoon weer terug. Ja. En uh, Ubisoft heeft dus dat probleem dat die gasten dus blijkbaar niet meer terug willen. En... Nee, maar dat komt omdat Ubisoft. Uh, dat klinkt heel stom, maar dat is een Frans bedrijf. Ja, en ik, ik, heb, me, ik heb een keertje een gesprek hierover gehad met een Amerikaanse manager. Mm -hmm. Die gast was CEO van een heel groot bedrijf. Ja. En die zei tegen me van: je moet niet onderschatten dat in Amerika je op de. Ene dag ontslagen ja, wordt ja, ja, ja. Om, 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 om een half jaar later weer aangenomen te worden. <laughs> en het grappige is dat Europeanen hebben op dat ogenblik zoiets van nee, fuck you, je hebt me ontslagen, ik ga niet meer terug. Ja. En Amerikanen hebben zoiets van. Oké, okay, dat kan. Maar ja. dan, uh, dan komt er wel uh, een nulletje achter mijn salaris. Ja. En dan geeft iedereen elkaar een hand en dan komt het goed. En Amerikanen zijn dus in staat om over dat ego heen te stappen... als ja. het om business gaat tenminste. Waar Europeanen dat niet kunnen. En dat is het, dat is het grote probleem wat Ubisoft heeft. Ja, Ubisoft ja. moet een aantal van die mensen terug gaan halen. Ja. Die gaan niet komen, die gaan het niet doen. Nee, ja, en wat is het vooruitzicht dat je dus aan Assassin's Creed en Far Cry... deel 421 nou ja. moet gaan werken? Dat vinden mensen ook weer niet. Maar, ja. het, maar dat is natuurlijk het, dat is het resultaat van dat ja. wanbeleid van al die dit. jaren. Dat ze gewoon al hun nieuwe franchises zijn mislukt. Ja. Um, onderdeel van uh, deze grote pot ellende was natuurlijk ook het uitstel. Jawel, daar is die weer Skull and Bones. En dat was bizar, want in de ochtend dat het uitstel bekend werd gemaakt, kreeg ik een mail of ik mee wilde doen aan de preview. Um, blijkbaar loopt een dat online een, preview. Een online preview, maar blijkbaar loopt dat dus niet één op één. Uh, weet uh, het, het kantoor in Nederland niet dat uh, inmiddels al, want die beslissing is natuurlijk niet zeg maar 'smiddags ergens genomen. Dat Eve dacht van, oh fuck, we gaan. Dat is al lang is dus niet even doorgegeven. Geeft ook wel een beetje aan hoe dat bizar, werkt bij een zijn. Uh, ja, dit is een leuk schemaatje. Hoe vaak deze fucking game is uitgesteld. En nu, ik kan het niet 100% hard maken, maar het verhaal gaat dat dit wordt gemaakt door uh, Ubisoft Singapore. En Singapore heeft subsidie gegeven om daar kantoor op te zetten, ze En die game moet gewoon, dat staat er waarschijnlijk in dat contract, die game moet gewoon uitkomen. Ja. Punt. Nou, ik, en dan zit je eraan vast. En, dan zit je dus gewoon, en, en dit is dus gewoon zes jaar lang. En die game is echt nog wel... Dat is het announcement. Hè? Dus dan is er ja. nog zeker twee jaar van tevoren. Acht jaar lang worden hier miljoenen. Miljoenen dollars gaan hier naartoe. Naar het kantoor, naar de mensen, naar catering. Weet ik allemaal wat. Het is, je gaat het niet meer terugverdienen. Dit nou, is een ja, verliespost. Het, het rare is, kijk deze game... Is eigenlijk een soort spin-off van de ja, Sassy Black Flag. Zou een ABC'tje moeten zijn. Die kwam bij mijn weten, en als het niet zo is, verbeter alsjeblieft, Maar volgens mij kwam die in 2015 uit. Mm -hmm. um, misschien zelfs eerder. Ik ga het zoeken voor je. Ja, kijk even wanneer Black Flag, Creed Black Flag uitkwam. Ik ben wel benieuwd. We gaan het nu live gaan met Black Flag? Nee, nee, nee. Ja, Black Flag, kijk hier. En staat hij aan de zijkant uh, 2013. 2013 zelfs kwam die uit. Kun je nagaan. Ja. Uh, dus toen hebben ze besloten van hey, dat vaar met die boot het, zo vet, laten we daar een game van maken. Ja. Nou, toen zijn ze aan de slag gaan, toen heb ik, volgens mij, bij mijn weten, in 2016 heb ik de game gespeeld op de E3. En um, die zou toen al bijna uitkomen. En uh, dat was volgens mij een van de laatste E3's waar ik naartoe ben geweest. 2016 was dat acht jaar. Gel zeg, nee, zes jaar geleden ja. is dat. Is, ja, we gaan, ons, we gaan het zeven Bijna jaar. zeven jaar, ja. ja, dus dat is... Uh, en ik moet je eerlijk zeggen, <laughs> veel meer dan het varen in A sexy Black, ja. Black Flag was dit niet. Skull ja. Bones was gewoon het, het ja, varen, maar dan een soort multiplayer component. En in de tussentijd kwam Microsoft kwam met, uh, hoe heet die piraten game van ze uit? Skull Bones. Uh, uh, nee, in uh, Bands, uh, Bands. Sea of Thieves. Sea of Thieves kwamen ze uit inderdaad. En dat Succes. was eigenlijk wat ze, wat ze gedacht hadden. Alleen ja. Microsoft Sea of Thieves was veel beter dan wat Skull Bones toen was. Dus die shit moest weer terug naar de tekentafel. En eigenlijk is, um, is die hele game is gewoon doodgeboren. Ik bedoel, mm -hmm. Assassin's Creed Black Flag is, een, is misschien wel een van de beste Assassin's Creed games ooit gemaakt, maar niet vanwege het varen. Het varen was een van de tofste onderdelen van die games. Maar, maar neem dat op zich. En de context is weg. En zo mm -hmm. tof is het niet meer, weet je. Het vette was van je had het idee van het ssq dat vindt plaats op al die eilandjes en die, die boten. Dat is een soort van het, het lijm tussen, tussen zo'n eiland. En dan ging je heen en dan een toestand. En nu hadden ze iets van, ja nee, dat is wel leuk. Dat, 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 dat halen we eruit, weet je. Zo van, oké, okay, in dit gerecht is het suiker is zo lekker. Weet je wat, we gaan alleen nog maar suiker maken. Weet je, dat idee ja, zo werkt, het. zo werkt het gewoon niet. En het is gewoon niet gelukt. Ik, ik, ik denk, ja, het is nog maar de vraag of ze die game dan uiteindelijk goed krijgen. Maar het, feitelijk is het gewoon weer een verliespost. Ik bedoel, je hebt gewoon die, die ontwikkelingstijd duurt te lang. Er is ja. al te veel geld ingegaan. Dus dat moeten ze ook allemaal afschrijven. Uh, is ook gewoon een hoofdpijn. Beyond Good en Evil, weten we ook niet. game is ook hartstikke in limbo. En, en dat zie je met al die dingen bij Ubisoft. dat is echt... Ja, daar, daar, daar is gewoon een leiding nodig die zegt: van en zo gaan we het doen. En, en ja, dat maar weet je wat het ook is? Als je dit van een afstandje bekijkt hè, wat ja. wij aan het doen zijn, natuurlijk. Weet je, dus je, je krijgt die nieuwsberichten mee, je kijkt er een beetje naar, dan begrijp je het gevoel. Um, sorry, iets klopt heel erg niet hier. Weet je, nee. die, die Beyond Good, in ieder geval, is een goed voorbeeld. Jaar na jaar na jaar stilte. En dan opeens was er die, 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 die CGI-trailer. Ja. En uh, dan had je dat meisje, ik ben even de naam kwijt, Mooie Chick, die daar toen werkte, die misschien mm -hmm. ook alweer vijf andere banen heeft gehad en al lang weer weg is. Uh, die was er dan mee bezig. En um, ja, het, het was. Wat dat betreft zie je gewoon het, 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 het is hap snap, het, maar, maar het, het mist visie. Ja. Microsoft of uh, Ubisoft is gewoon zijn zijn leiding en zijn zijn het, weet je, ze hadden al een oog op de bal en dat hebben ze al lang niet meer. Ze zijn hele andere dingen aan het doen. Ja, en, en, dat, en, en een van de dingen waar je dat aan ziet is dus van, um, ik had het ook een brief maandag gezegd, maar je moet je moet altijd luisteren naar de community, maar je moet je je moet nooit je oren ernaar laten hangen. En wat Ubisoft nu doet bijvoorbeeld, uh, nu, nu 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 zie je dus duidelijk dat die live service games niet lekker werk. Omdat het is fucking moeilijk om van franchises die al bestaan hè, om daar een live service... Sommige games zijn gewoon niet interessant genoeg om heel lang verder te maken. Plus, mensen komen niet heel veel verder dan op een gegeven moment... Uh, Oké, okay, nu, uh, nu is het Valentine's Day, dus alles uh, heeft een hartje in de game. weet je ja. dat, dat soort bullshit. Het is fucking... Het is een nieuw vak. Daar moeten nieuwe mensen voor komen. Dat duurt gewoon een tijdje. Als je daar al je geld op zet, dat is gewoon... Um, Bloedlink. En wat ze nu aan het doen is van: oh fuck, dus jullie vinden dat niet leuk. En dan komen ze weer met persbericht. De nieuwe Assassin's Creed Mirage wordt weer helemaal terug naar je roots. Want dat willen jullie. Ja. Je moet het doen zoals. En dat moet ik wel zeggen. Nintendo heeft dat. Hè, de Wii U. Dat ging helemaal fout. En eigenlijk zeiden we met z'n allen van: het, het, is, het is klaar. Ze zijn een touch kwijt. En wat heeft Nintendo gedaan? Die is gewoon in plaats dat ze in paniek uh, onderzoeken gingen doen. En gingen roepen van wat mensen dan willen gingen ze gewoon, oké, okay, wat gaan, we gaan met z'n allen, wat gaan we maken en ze komen met de switch. Bam, ze staan weer op de tafel. Gewoon omdat ze maar... zelf hebben verzonnen: dit is wat we gaan doen, dit is onze richting en zo gaan we het doen. En dat moet Ubisoft ook hebben. Maar die mensen hebben ze dus blijkbaar niet. Maar er zijn een aantal verschillen. En ik vind, ik vind het wel heel interessant, die vergelijking. Want ook bij Nintendo is het zo dat die familie, ik ben even de naam kwijt, mm -hmm. uh, die heeft het merendeel van de aandelen. Dat lijkt een beetje op, die, op de situatie met die Guillaume uh, broers. Ja. En uh, wat krijg je in zo'n situatie? Is dat uh, de familie uh, toezichthouder is op zichzelf. Uh, want de raad van bestuur. die moet toezicht houden op het management. Maar als dat dezelfde mensen zijn. ja, dan werkt dat. die hele uh, controlesysteem. Nee. Dat werkt niet meer. En wat je bij. Um uh, bij Nintendo zag gebeuren is dat Iwata op een gegeven moment overleden is. Mm -hmm. En toen die overleden is, toen uh, uh, was er opeens ruimte voor nieuwe mensen die al heel lang bij het bedrijf zaten, zoals uh, uh, Miyamoto bijvoorbeeld. Uh, die kregen een andere rol binnen dat bedrijf. Mm -hmm. En dat heeft hij heel goed uitgepakt, omdat hij, dat waren oldschool werknemers die nooit weggegaan zijn, ja, ja. die wel snapten wat de core competentie van Nintendo was. Ja. Bij Ubisoft is het totaal tegenovergestelde. Al die ervaren managers die zijn weg, die zijn ja. eruit. Um, Yves Guillemot zelf is eigenlijk nooit een visionaire game designer geweest. Wat je bij Nintendo wel ziet, top van het is, allemaal game designers. Ja. En um, uh, bij bij Ubisoft heb je dus dus die die visionaire top die is weg, die hebben ze niet. Ja. En ja, wat heb, wat blijft er over? Dat is een groep jonge ja. gameontwikkelaars die geen flauw idee hebben wat ah, de wat de aantrekkingskracht is van Assassin's Creed of van van al die franchises. Wat ik uh, heel erg kenmerkend vind voor voor het westen ook, ik denk dat ook intern bij, bij Nintendo... men zich natuurlijk lijp is geschrokken van de Wii U. Ik denk intern heeft het daar ook gedonderd. Um, mm. Ik denk intern, dat weet ik wel bijna zeker... dat daar ook nog flink gecrunched wordt. Alleen, Japanners kijken daar misschien wat anders tegen aan. Ik denk dat daar nog een hele hiërarchische systeem hier uh, is. Waarbij, ja. als jij tegen de baas zegt van... ik ben het hier niet mee eens... dan moet je, met, moet je goede argumenten hebben. Het zijn anders. Japanners. Die gaan in de rij staan als de atom... Uh, als een kerncentrale een aan heeft, weet je. Wat het probleem is, waar ik denk... als ik baas zou zijn van Ubisoft... waar je helemaal gek van wordt... is dat elke game... Elke scheet, elke mail, alles lekt uit. Constant lekt alles uit. En daar valt bijna niks meer tegen te verdedigen. Want, want je, je games worden van tevoren al kapot gemaakt. Omdat het er niet uitziet. Je mails, waarin jij. Uh, en nogmaals, ik ben het niet eens met zijn mededeling. Ik had het anders misschien gedaan. Maar uh, hij probeert dan zo goed als het kwaad als het is... een, een mail te versturen. En vervolgens ligt dat ook weer op straat. Zodat het hij is... is een kakelende kippenhok ja. daar. Weet je? je voelt gewoon dat ze bezig zijn... met van alles behalve... Maar er is gewoon dus gewoon geen grip. Games er is geen, er nee. is geen grip meer binnen bedrijf. Er is niet van boven naar beneden... een soort van respect weg. voor elkaar. Um, en dat is het knappe wel van Nintendo... dat ze dat intern houden. En op een gegeven moment bam komen ze duidelijk... met z'n allen met die succesvols. En dan is het weer feest. Ja, maar het is, enorm, als die games zijn... Kijk, Nintendo is altijd goed, zelfs toen de Wii U... Een weetlob was waar de games waren goed, ja, en dat is gewoon het, maar dan hele... hebben ze wel altijd die die, wie die familie dan ook is, hebben we altijd gedacht: we moeten degene die onze games moeten maken en onze hardware moeten maken. Dat zijn game designers. Dat, dat is het grote En dat met zijn Ubisoft. niet de marketeers en, en de spreadsheet mafia die zoveel mogelijk geld wil. En vieren. ook niet mensen. Misschien moet je wel, is het hierarchisch en moet je hard werken bij Nintendo. Mm -hmm. Maar die burn-out cultuur die je bij Ubisoft had, dat heb je daar niet. Nee. Omdat het allemaal niet zo emotioneel geladen is. En dat is, ja, nu heb je een kakelend kiphok. en uh, geen games. En uh, ik dacht dat we misschien kunnen we nog even naar de, ja, hier naar de andere. Ja, nee, daar, die wil ik dan bijzetten. Um, ik denk dat we. Even moeten kijken naar uh, een maand. Ik denk dat het de beste... Nou, hier zie je dus, hier, uh, dit is 10 januari. Dat, nou ja, goed. Hier, dit was het moment dat ze het bekend maakten. En het is gewoon, bam, naar beneden gaat het een klein ja. beetje omhoog. En nu ja. gaat het weer verder naar beneden. Ja, dat de het klein is. Bijna beetje omhoog. er is niks meer waard, dat, man. Nee, nou, 20 euro. De Ubisoft-aandelen zijn begonnen, volgens mij, op 3 euro ooit. Als je year-to-date klikt. Of year -to -date. Dan zie je hoe het, uh, hoe het ooit begonnen was. Nee, dit is niet. Oh sorry, uh, uh, Max. Uh, ja, Max. Even Max klikken. Ja, zie je hier. Het is begonnen bij. Als je daar helemaal naar links gaat. Ja, het is he, helemaal naar beneden onderaan. Zie je hier. 2, 2 5, rond de 3 euro. <laughs> Zo, toen is uh, um, uh, Ubisoft ge-IPO'd. Ja. En, en dat. Uh, hier ja, dachten zit... ze bij zichzelf van. Fucking hell, man. Wij kunnen IA hebben. Wij, wij gaan de Activision worden. Gewoon, weet je. Ja, of oh, fuck ja. die shit. Ja. En vervolgens. Brrr, helemaal naar beneden. Kijk, hier kom je nu wel in de buurt. En ik weet niet. cent zit erin. Maar hier kom je zo langzamerhand wel in de buurt dat je heel interessant wordt voor een overname voor bepaalde bedrijven. Nou dus Ja, ja. <coughs> ik denk eerlijk gezegd: uh, de beurswaarde is nu uh, gezakt van 3 miljard naar 2,57 miljard. Zie je hier staan ook. Mm -hmm, ja. Um, ja, ja dit, dat, is, dit, dat is fucking is, zelfs voor Sony te betalen. <laughs> zelfs Sony kan dit betalen. <laughs> en, uh, ja, nee, ik, ik denk wat dat betreft dit... Uh, het, uh, het is ook het enige denkbare oplossing voor Ubisoft... is dat uh, er zometeen een grotere partij komt... en die zegt van, ik neem het helemaal over. Ik ja. haal de IP's eruit. Uh, de, ik sluit alle studio's. Uh, er valt geen eer meer te behalen aan die studio's. Dat moet allemaal weg. En, um, ik, hopelijk... denk dat ja, ik denk dat Microsoft dit niet meer kan... vanwege dat dit dat had het al, het al gedaan als, als... Het ze het waal is, hebben het niet gedaan. Ik denk dat ja. Tencent het gaat doen. Ja. Um, ik denk ook dat Tencent het nu moet gaan doen, omdat uh, China anders te politiek gevoelig ligt. Uh, misschien, Want het is natuurlijk wel zo, in Frankrijk moet je uh, moet elk bedrijf toestemming vragen van de overheid als ja. ze uh, door een buitenlandse partij uh, willen worden overgenomen. Um, ja, en naarmate de, 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 de macro-economische situatie verandert, zie je dus ook dat China een steeds andere rol speelt daarin. Ik weet het niet. Ik, 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 ik... Als ik Tencent was, zou ik nu ja. de hele boel voor 2,5 miljard kopen. Ik denk Fuck dat het. 3 miljard ook voor de Embracer-groep nog wel te doen is. Nou ja, misschien wel. En die flikkeren dan gewoon drie kwart weg... en dan houden ze die paar series over... en daar gaan ze dan maar proberen geld mee te ja. doen. Ja, dat zou kunnen. Maar dan ja. kijk dan zouden ze die, die funding... Hoe komen ze daar? Hoe komen ze aan het geld? En we hebben het al eerder gehad over dat Microsoft... hoogstwaarschijnlijk ja, 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 ja. Uh, daar een rol speelt... Ja, bij de financiering van hun overnames. Hoe je het ook wendt of keert... Games als Assassin's Creed en Far Cry... en Tom Clancy-shit uh, is voor Game Pass wel... Interessant en ik ja. snap wel dat Microsoft, denk ik, ook wel denkt van oké. Okay, weet je, we hebben nu al zoveel gezeik gehad met ActiveVision. nou ook Ubisoft, dan krijgen we het hele verhaaltje weer. Misschien moeten we dat niet doen. Misschien moeten we iemand helpen uh, om dat voor ons te kopen en dan kunnen we daar een deal mee sluiten. Ja, ik bedoel, sorry, maar Microsoft heeft 100 miljard. Cash op ja. de bank staan in Europa, dat geld kan niet naar Amerika, Z dan moeten ze belasting betalen. Fuck it. Er gaat al de hele tijd een beetje het gerucht of nou niet. De, de, de feit is dat game, dat Ubisoft, dus die de, de, uh, zeg maar de EA Play, maar de, dan de Ubisoft mm. Ubisoft Plus volgens mij komt naar Xbox. Dat wil niet betekenen dat het naar Game Pass gaat, maar dat komt dan gewoon in je dashboard te staan en dan kun je daar rechtstreeks gewoon je games op komen. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat Microsoft zegt: Hey uh, Yves, ga niet zo best met jou, hè? Um, mm. weet je wat? Um, ik hoef geen exieve deal, maar ik, um, je krijgt van mij, ik noem maar wat hoor, 150 miljoen. Gewoon hoppakee, zo hop, in je handje. Um, en dan wil ik gewoon dat jouw games ook bij launch op Game Pass staan. Punt ja nee, maar het, het probleem daarmee is is dat je dan het verdienmodel ja, in nee. de toekomst maar ja, goed. wegtrapt dus dan, ja, ja. dan als je die aandelenkoersen nu mekaar ziet starten <laughs> kijk wat er dan gebeurt ja. weet je? want die 150 miljoen wordt echt niet uitgekeerd als dividend nee die gaat gewoon direct uh, uh, in een of ander de development waar. project ja. uh, en een stukje naar de uh, naar de CEO toe en dat is klaar nee ik, ik zie dat niet gebeuren mm -hmm. ik denk dat ook dat um, op dit ogenblik Ubisoft geen interessante partij is voor uh, andere uh, kandidaten puur omdat ze uh, ze hebben al een groot gedeelte. En volgens mij was 20% van de aandelen verkocht aan tencent. Ja. En dat betekent dat je altijd meter hebt. Ja. En niemand zit te wachten op dit gezeik. En je zo goed zijn die games niet dan Fucking overhead met al die verschillende studio's. Dat nou ja, goed hosten. Hoe ga je. Als jij een grote schoonmaakwaast, stel je voor dat je ja. dit bedrijf overneemt. Dat je denkt van fuck het ik leg 3 miljard op tafel. Ja. Ik koop Ubisoft. En dan sluit ik die studio's. Dan ga ik met die IP's ga ik ergens anders onderbrengen. Weet ik veel Dan ga je zoiets doen. Dan, dan moet je dus over fucking elke. Uh, kantoorstoel die je, de, die, je, die je bij het grof zet, moet je ruzie gaan maken met Tencent. Ja. Niemand heeft daar zin in. Ik zit even te kijken hoor. Uh, ja, hier kan je het een beetje zien. Uh, dit, dit zijn alle studios die <laughs> Ubisoft heeft, de subsidiaries. Uh, nou ja, ja, goed, je ziet al van dat zijn de achter veel ja. weet je wel van ja wat je er allemaal mee nee, nou ja, India goed ja, Shanghai durf. Singapore Casablanca ze overal over de wereld andere tijdzones, andere maar andere dit cultuur. zijn allemaal weet je want ik ben ik, ik ben ja. bij een aantal Ubisoft Shanghai is bijvoorbeeld een studio die maakt geen games maar die 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 port games dus een game komt uit de platform A en Ubisoft Shanghai die maakt dan ja fuck veel een beetje afgewerkt de, 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 ja. de, 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 toen de wildlife animations en AI maar dat soort shit ja. ga je krijgen en dat <laughs> ik vraag me af in hoeverre dit

impact heeft op je uh, op je development proces als je uh, ja. uh, stukjes van de game over de hele wereld ja, gemaakt nou, worden. Eén e e heeft impact want het lekt de hele tijd daardoor. Dus. Dat dus uh, ook uh, natuurlijk. Uh, ja. ja nou. Goed. Um, gaan we even naar Activision maar dan op een andere manier namelijk naar een uh, game die boos nog wel eens opstart. Warzone 2. Um, ja. Dit is niet officieel. Dit is uh, dit komt via Charlie Intel. Maar nou, als Charlie Intel ook wel iemand die echt full on alleen maar Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty volgt. En over het algemeen, als hij iets zegt, dan komt het wel aardig in de buurt. En dat heeft ermee te maken dat um, het gaat niet zo goed met Warzone 2. De spelers ja. zijn een beetje. En waar je het dan wel dan aan kunt zien is. Um, de piek uh, st op Steam uh, lag mid-November op uh, 452.000 spelers. Toen kwam het uh, in januari 121.000. En uh, dat is 73% is gewoon. Uh, Weg, dat is veel, want dit is een hele belangrijk onderdeel van de Call of Duty franchise. Ja, wat, wat is hier aan de hand? Nou, nee, er zijn een aantal dingen aan de hand. Wat, uh, wat opvallend is, is natuurlijk altijd bij de launch van een nieuwe Warzone mm -hmm. um, gaan mensen moeten wennen aan die map. En ik heb hetzelfde, ik moest heel erg wennen aan die Warzone 2 map. In het begin vond ik hem echt gewoon ronduit slecht. Um, maar goed, oké. Okay, er wordt verder ontwikkeld. En je went er een beetje aan. En het wordt beter. Dus ja, yeah, oké. Okay. Ze hadden. Nooit verdansk weg moeten doen dat dat had gewoon de map moeten blijven, net als dat je ziet. Dat bij um, uh, Fortnite hebben ze ook geleerd, ook op de harde manier. Je houdt de map, mensen willen niet een andere map. Daarnaast heeft Activision heeft het volgende probleem nog en dat is dat uh, Warzone uh, heel erg uh, bijt met Call of Duty, dus Warzone is eigenlijk een spin-off van Call of Duty. Uh, maar omdat mensen non-stop Warzone spelen... kopen ze Call of Duty niet meer. Dus Activision dat zoiets van... Ja, hoe kunnen we dat weer bij elkaar krijgen? En dat is iets dat lukt. Die geest gaat niet meer terug in die fles. Die tandpasta ja. gaat niet meer terug in de tube. En dat is wat, uh, wat ze toch proberen te doen. En wat heb je nu dus gekregen? Ik, zie, uh, ik was opeens... Warzone was weg vanuit mijn dashboard. Ik zeg, what the fuck? Blijkt dat hij... Maar dit is al een tijdje terug hoor. Uh, hebben ze hem dus onder de Call of Duty 2, of Modern Warfare 2 uh, 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 icoontje gezet. Die moet je opstarten. Uh, dan krijg ik een scherm te zien waarin ik één Battle Royale mode zie. Die moet ik starten. Volgens moet ik hem cancelen, omdat ik een andere Battle Royale mode uh, wil spelen. En dan pas zie ik dus al die Battle Royale modes die er zijn. Dus ze hebben die hele shit gewoon letterlijk verstopt. Ja. En ik... <laughs> Ik bedoel, het, je merkt gewoon van, ze in plaats. Je, even, 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 ik ga opnieuw mijn zin formuleren, want ik wil 30 dingen tegelijkertijd zeggen. Maar als je het gedrag van mensen wil veranderen, bijvoorbeeld mm. in je videogame. Ja. Bijvoorbeeld dat je ze wil leren dat Call of Duty iets anders is dan Warzone. Of dat Warzone een onderdeel is van Call of Duty. Weet ik veel. Als je dat voor elkaar wil krijgen, dan moet je dat doen met beloning en niet met dwang. Nou, nou, nou. En als je het probeert met dwang, dan gaan mensen gaan. Een pleurenshekel krijgen. Aan ja. jou, aan je game, aan je bedrijf, aan alles. Als je het doet met beloning, dan gaan mensen het tof vinden. Ja. Maar op een of andere manier zitten er bij Activision een paar genieën die <laughs> dat simpele principe niet begrijpen of niet kunnen uitvoeren. Een van de twee of een combinatie van beide kan ook. En het lukt ze dus niet om uh, uh, spelers van Call of Duty naar Warzone te brengen en omgekeerd. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan Warzone spelers pesten ja, en ze dwingen, dwingen ja. Om uh, die hele game te beleven vanuit een Modern Warfare 2-jasje. Inclusief de vervelende, opdringende, kut reclames voor een game die je misschien niet gekocht hebt. En dat. Uh, um, ja, het is gebloed irritant. Dus ja. ik, oh, mensen stappen ermee. Natuurlijk stoppen ze ermee. Want het is fucking irritant wat ze aan het doen zijn. Ja. En dan is er nog iets anders. Uh, omdat uh, Activision dit aan het doen is. Die zijn. Eigenlijk al vanaf het hoogtepunt van het succes van de eerste Warzone. Dat was voor Dansk. Uh, eerste, tweede seizoen voor Dansk. Toen hij zit echt helemaal op zijn top. Um, zijn ze bezig geweest om het stuk te maken. Gewoon omdat het knaagt aan het verdienmodel van uh, Call of Duty. Van de Call of Duty 60 euro games. En dat is iets uh, dat ik denk van ja, dat is zo krankzinnig. Zo ontzettend visieloos. Zo ja. ontzettend. En zeker als je kijkt dat, dat een uh, bedrijf als... Um, uh, uh, help me even, Epic, uh, uh, meer dan 2 miljard per jaar verdient aan Fortnite. Mm -hmm. En uh, warzone zou een veelvoud van dat moeten zijn. Maar dat lukt niet, omdat ze gewoon, omdat die hele Call of Duty taart er ook nog boven hangt, die moet ook opgefroten worden. Ja. En Jongens. Ja, ze is, kunnen het eigenlijk beter gewoon scheiden. Maar op een of andere denk ik dat ze terecht bang zijn... dat Call of Duty dan helemaal verdwijnt. En ja, natuurlijk. Orson vreet Call of Duty op. Ja, ja en uh, nee, dat is waar. Da da daarnaast zitten er ook toch nog te veel bugs en glitches in... Dat dat, waar mensen ook uh, niet happy mee zijn. Uh, de de, de, nou, de, de, de balans. De veel veelvoud van dingen. Maar inderdaad, het... Ik heb precies het omgekeerde, want ik speel namelijk alleen met tien deadmatch, maar ik moet ook altijd langs zes kassas heen. Weet je, ik, ik, het is altijd die alsof je bij de Mediamarkt staat, dan kom je altijd, moet je altijd via de kassa, moet je eerst langs rijden met chocola en andere troep die je niet wil. En, en, en als je dat elke elke keer moet je daar weer langs, nee, ik wil het niet. Ja. en 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 dat is waar heel veel mannen zeggen: uh, je gaat weer waarschijnlijk spelen. Bool, wil je niet call of Duty? Nee, dat heb ik al honderd keer gezegd: ik wil het niet. Oh, oké, okay, nee, dan zal ik het niet meer doen. En de volgende dag staat hij er weer, weer. nee maar goed, ik bedoel, het was nou, erger toen ze die Black Lives Matters. Uh, banners hadden. Maar, ja. maar goed, nog een ander ding wat, ja. wat ik aan wou toevoegen is dat um, uh, één ding wat echt uh, heel erg veel slechter is geworden bij Warzone is de hm. tijd die je nodig hebt van het moment dat je Xbox, ik heb een Xbox, ik ja. heb een Series X. Als je die aanzet en hetzelfde geldt voor PC, hetzelfde geldt voor PlayStation 5 tot de tijd dat je daadwerkelijk in een potje zit. Als je dat meet, dat is. Serieus, bij de warzone in het begin was dat vijf minuten. En inmiddels zitten we al op een kwartier of tot twintig minuten dat het duurt voordat je eenmaal in je. In je, in je match zit. Ja, en ik vind dat. Ja, dat um, killing, ja. Ik vind dat echt ongelooflijk. En daarmee, ze slopen de, um, de. ze slopen echt de hele beleving van die game. Ja, nee, terwijl ons met uh, Next Gen was beloofd dat alles nog sneller zou gaan en dat soort dingen allemaal. Dus uh, jammer, ja, ze verliezen, verliezen heel veel uh, spelers en dat is uh, natuurlijk geen goed. Uh, dan gaan we. Uh, ik heb nog twee onderwerpjes. Um, ja, dit vond ik leuk. Het altijd leuk in de zin van. Um, um, dit dit is ook weer heel typisch dit is een uh, dit dit zag ik op social media voorbij komen. Maar toen was de kop uh, dat deze mevrouw... Uh, en ik ken haar helemaal niet op Becca's Salt maar ze maakte game Tunic. Tunic, dat ken ik dan weer wel. Ik heb het mm -hmm. zelf niet gespeeld, maar ik weet dat dit een fantastische game is... die bij Game Kings een aantal hele grote liefhebbers heeft. Uh, een indie-developer en die mevrouw. En in die kop stond eigenlijk van... Uh, een soort van uh, subscriptiemodellen zijn de dood voor indies. Want ik, ik chargeer het een beetje, maar daar kwam het mee. Ik van Oh, fuck, dat is interessant dat iemand dus... We hebben het vaak positief over Game Pass... maar aan de andere kant hebben we ook gezegd van... het, heeft, het gaat natuurlijk impact hebben, het verdient model, he, dat dingen gaan veranderen. Iemand die dus zegt dat het helemaal niet goed is. Nou, eigenlijk zegt ze dat niet, want ze zegt... Uh, we weten het niet. Het kan goed gaan komen voor de Indies... en het kan ook helemaal niet goed gaan komen. Het is dus eigenlijk awesome en terrifying terecht. En dat vind ik eigenlijk een hele wezenlijke uitspraak... Uh, die ook heel reëel is. Want bijvoorbeeld wat zij zegt is van... stel nou dat, dat een Game Pass en PlayStation... dat wordt steeds groter en groter. Op een gegeven moment hebben ze zoveel content... Um, dan verdwijn je gewoon weer als indie. En, ja. ja, en dan, uh, dan moet je het ook eigenlijk doen met alleen maar uh, de inkomsten van een. een uh, uh, dat je, waar spreken, 1 miljoen vooraf krijgt. En dat soort dingen. En dat is minder als dat je het verkoopt. Dus daar zitten echt wel risico's aan. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is ook niet wat we hier zeggen. Ik bedoel, Game Pass is voor de consument hand, hartstikke interessant. Want je kan veel spelen voor weinig geld. Maar er zitten zeker gevaren bij. En, um, maar ik, wat ik me dan afvraag, ja. is of het niet. Uh, je, je, like, sorry, je bent toch vrij als developer om je eigen strategie. Ik bedoel, ik weet zeker, het, maar ik zou, ik bedoel hier als, als zij ooit de gast zou zijn bij een item zou ik haar daarover willen interviewen en dan zou ik haar willen vragen van wat als je nou de eerste vijf levels mm -hmm. uh, weggeeft in Game Pass, weet ja. je? Game Pass is ook op een bepaalde manier gewoon een demo-kanaal. Weet je, waar je ja. dingen kunt uitproberen. Nou ja, wat, wat zij dus zegt, want dat, dat, ja, je kan ook zeggen van ja, maar dan doe je er toch gewoon niet aan mee. Uh, dat wat er kan gebeuren, kan gebeuren. En wat je dus bij film en video en muziek hebt gezien, is inderdaad, en dat zegt ze hier, because if we turn a, a buying population, op dit moment zijn we een buying population, toen no. we kopen hem full price, into. Uh, oh, wacht even. Into a subscription population. That means we have to rely on subscription fees and buyouts. En op het moment als. Game Pass zo populair wordt... dat eigenlijk niemand meer een game koopt... omdat het toch al in Game Pass zit... ja, dan heeft Microsoft de macht... en moet deze mevrouw moet aanbellen van... oké, okay, ik heb een nieuwe game. En dan zegt Microsoft... nou, prima, uh, je kan 1 miljoen krijgen en that's it. En, um, ja, maar en, dat ja. is toch de markt? Dat klinkt heel stom. maar Is als, ook zo. Maar als zij zegt van... luister, als ik een miljoen krijg voor die game... dan ja. kan ik daar niet mijn team van betalen. Dus nee, dat kunnen we niet doen... Um, ja, ze zegt gaat... ook letterlijk van inderdaad, dit is ideaal voor kleinere teams. Game Pass. Maar dan, gaan, dan, dan is toch dat wat het is? Ja. Weet je, ik, het is toch niet, je wordt er niet gedwongen om je game in, in een Game Pass model te zetten. Ik zou me voor kunnen stellen als Game Pass zo sterk wordt dat er geen ruimte voor iets anders is. Wat natuurlijk kan gebeuren. Maar dat. Uh, de manier waarop je dat stopt is doordat marktwerking ze intrede doet. Kijk, als zij een hele vette game maakt die ik ja. wil spelen en hij zit niet op Game Pass, dan ga ik hem kopen. Zit hij wel op Game Pass, dan speel ik hem op Game Pass. Um, als zij hem verkoopt voor een bedrag waar het voor haar niet haalbaar is aan Microsoft, zodat hij op Game Pass kan, ja, dan, dan is ze de eigen uh, 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 nee. gras voor de voeten ja. wegmaaien. Nee, het, 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 ik, is, ik adaptie. Het maar is, is, het, is ik, toch ik, gewoon de markt? Ja, nee, dus, ik, ik snap niet wat het probleem is. Nou, nee nee, ze zegt ook: daar moet ik het even voor haar opnemen in die zin. Uh, het lijkt heel erg alsof zij een probleem zet. Ze zegt alleen van: uh, Iedereen vindt het nu fantastisch, maar we moeten nog zien hoe het gaat uitpakken. Ja. En de markt gaat veranderen, en dat is inderdaad ook zo. En dat zal niet voor iedereen even Gunstig zijn, dat is ook natuurlijk waarom PlayStation zo bang is. Omdat het model waar zij heel erg hun hele fundering op bouwen, namelijk peperdure games die uh, uh, exclusief voor 80 dollar in de winkel komen liggen, dat kan wel eens vreselijk onder druk komen te staan als gamers massaal zoiets hebben van. Maar waarom zou ik 80 dollar voor een game gaan praten als die, uh, betalen als, de, als die over een jaar uh, toch wel in de maar Playstation precies Plus zit? dat. Het probleem, het probleem wat zij schetst is niet dat de game niet gespeeld wordt of dat ze hem niet verkoopt. Het zijn mensen er zit een de prijskaart. aan. <laughs> het probleem is hoeveel geld ga je vragen voor je game? Ja. En ze, dat zegt ze niet. Nee. Want het ding is namelijk dat die, door die subscription modellen uh, is de prijsperceptie van videogames Zeker. een stuk lager. Ja. Dus als iedereen zoiets heeft van luister, uh, games dat kost toch gewoon... 10, 15 dollar in de maand, That's it. Ja, dan ga je niet zomaar uh, 30, 40 dollar betalen voor een game. Tenzij je hem echt wil spelen. En ik denk dat dat het hele eieren eten ja, ze is. Moeten weer... Tenzij je hem echt gaat spelen. Ja, nee. En dat. Ja, zij moet gewoon. Creatief zijn. Creatief zijn. Ja, en dat is. En ik ook mee bezig, zegt hoor. Maar ze schetst gewoon van. Het is niet allemaal zo heel makkelijk. En er zitten best wel. Maar Ik vind haar nou bij uitstek een CEO van een bedrijf. die dat zou moeten leren. hoe dit trucje werkt. Ze moet niet klagen online. Ik weet ook niet of ze dat doet verder in dat verhaal. Ja, ik denk dat het meer zo is van. Je wordt gebeld voor een interview. en dan wordt al dit al meteen de headline ervan. Van oké, weet je van. Ja, weet je wat ik zeg. Het is een beetje klikbeetachtig. Ja. Aan de andere kant vind ik die discussie wel belangrijk... omdat het laat zien... In, dit is een heel klein bedrijf... Uh, overigens die zeer succesvol is... want Tunic uh, verkoopt absoluut heel erg goed. Maar dit probleem heeft PlayStation ook... en, en die reageert er eigenlijk nog krampachtig op. Van je houdt dit niet... dit is waar het zeer waarschijnlijk naartoe gaat. Dus je kan wel gaan lopen klagen dat het niet werkt. Nee, ik zou nu maar van gaan kijken... oké okay, jongens, dit is waarschijnlijk de route waar het naartoe gaat. We weten de route die we nu doen, die kennen we. Dus daar gaan we gewoon nog lekker mee door... Maar hier moeten we ons gaan voorbereiden. Wat gaan de alternatieven zijn? Hoe gaan we dit aanpakken om, om games te kunnen blijven maken? Nou ja, daar moeten ze met een oplossing komen. En er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn die dat gaan uitvinden. Ja, maar om heel eerlijk te zijn, dit is van alle tijden. Ja. We hebben, ik zal nooit vergeten dat op een gegeven moment uh, Idols naar buiten kwam. Uh, of eigenlijk was het Square, ik weet niet wie. Ja, Square was het volgens mij. die waren toen eigenaar van Idols. Uh, en toen had uh, Tomb Raider... die had maar 7 miljoen stuks verkocht. Of 6 miljoen stuks verkocht. Ja. En toen zeiden ze van dat is net genoeg om break-even te draaien. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van jullie hele verdienmodel klopt niet. Als mm -hmm. je dit, deze game, zulke aantallen verkoopt, 7 miljoen keer wat krijgen ze? 20 uh, uh, euro denk ik uh, ervoor. Nou, sorry hoor, maar dan kom ik toch al snel op 140 miljoen. Als dat niet. <laughs> De moeite waard is, weet je, ja. als je dan break-even draait, dan klopt je bedrijf voor gemeter. Nee, want en... zij moeten de verliezen opvangen van al die anderen. Precies. Ja. En dat is, het, dat is het grote probleem. Dus ik vind juist dat, dat studio's van, van haar grootte, van wat zij doet, dat Tunic, uh, uh, dat soort games, die zouden echt, die zouden het fantastisch moeten doen met, in deze nieuwe toekomst. En juist die grote, uh, idolsachtige producties, ja, nee, ik snap dat die het moeilijk krijgen, maar die. Nee man. Zij, zij moet hiervan kunnen profiteren. Top. Uh, ik eindig even en uh, ik zit er nog even naar te lezen. Ik denk dat ik dit even niet in beeld wil. Um, maar het gaat namelijk over uh, België. En um, we hebben het er een keer over gehad. In België voor de, uh, wil het kabinet wil de overheid dat streamers. Mm -hmm. Dus ja, eigenlijk gewoon kleine zelfstandigen, maar in dit geval streamers. Um, dat je bedrijfsinformatie makkelijk kunt vinden. Dat betekent dus eigenlijk dat ze willen dat jij op jouw Twitch-account of op jouw YouTube-account, dat daar bij, bij, uh, een adres staat waar je woont, of een telefoonnummer ja. of een e-mailadres. Um, daar is toen heel veel weerstand tegen gekomen. Dat is toen teruggegaan uh, naar ik weet niet hoe dat heet in het België, maar de Tweede Kamer als het ware. En uh, inmiddels is de Kogel door de kerk. En het gaat gewoon door. En uh, hebben de streamers... en ik wilde dat even laten zien... maar toen daar stonden allemaal adressen in. Althans, daar stonden allemaal linkjes in... naar uh, uh, Instagram-pagina's van degene van wie ik de tweet zag. Dat, laat ik dat even niet doen. Um, uh, die moeten dus binnenkort een, uh, een adres uh, op Twitch neerzetten... waarbij uh, nou, iedereen ontplofte van... dit ga ik niet doen, een belachelijk dit en dat. We hebben er al een beetje discussie over gehad... Ja, maar ik denk, kijk, het de probleem is, die, elk bedrijf moet dit doen. Nou, maar dat, bedoel, dat bedoel, bedoel ik. Van, Ik voel wel met z'n mee dat het niet heel erg tof is als jij in je woonkamer... Maar dat, uh, maar dat is het hele ding. Je ja. gaat toch niet je privéadres uh, publiceren? Nee, maar er staat wel heel... Inderdaad, op een gegeven moment zeiden dus alles weet je wat je moet doen? Er is hier een bedrijfscentrum en dan dit en dat. En dat Precies, gaan, ze, dat gaan ze, dat, maar ze checken. Dus dat mag niet. Je moet daadwerkelijk op, op de plek waar je je werk nee, doet. Wat onzin. Nou, dat is een onzin. Wat de Belgie, Bel Belgische. Dat zo, nee, het gaat om de plek waar je bedrijf geregistreerd is. Dat is waar het om gaat. Oké. Okay. En dat uh, ik bedoel, wat als jij aan het streamen bent en je loopt rond over straat of je doet dat altijd bij de, weet ik veel, bij de mediamarkt, whatever. Ja. Is dat dan je adres? Nee. nee ach, het gaat erom, het adres. Ja. Ik bedoel ik, ik heb me niet even diep, maar 100% ja. zeker, het adres waar je bedrijf geregistreerd is, dat moet je vermelden. Dat is alles. Dus registreer je bedrijf op een plek. Waar je uh, uh, het adres van kan delen, maar niet je huisadres. Nee, nee dat, 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 dat zullen mensen hopelijk ook niet doen. Um, ja, goed. Ik, 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 wat ik zeg van, dan moet ik die tweetje weer naar voren halen, omdat mensen dat wel vroegen. Uh, daar stond inderdaad ook wel van de regering, van de overheid bij, van op het moment als jij alleen een postadres hebt, uh, dan geldt het niet. Het moet wel daadwerkelijk ook een kantooradres zijn. En ja, toen kwamen dat, met het andere woord. Dat is toch wat het is. Um, het gaat natuurlijk niet om. Elke streamer volgens mij, maar streamers die een bepaalde grootte hebben, en dus daarmee ga je er ook vanuit dat die bepaalde inkomsten hebben. En als je een bepaalde grootte hebt, dan snap ik ook wel dat je uh, consumenten, dus de mensen die jou kijken en die misschien, weet ik veel, die hebben 100 euro gedoneerd, maar opeens vinden ze iets niet tof of ze hebben iets bij je gekocht, weet je wel, een merch en dat wordt niet geleverd. Dan moet ik uit eigen ondervinding, want ik doe altijd de DSA, het is verdomd moeilijk om streamers te vinden, mm -hmm. omdat ze geen enkele ja een Instagram page, weet je, dat is wat je van ze kan vinden. Ik vind, ik vind wel dat als jij, Je ik als nog via Twitch een bericht sturen. Ja, maar ik vind, vind, wel gewoon als jij bedrijfsmatig te werk gaat, dat dat een consument ook jouw bedrijf moet kunnen. Ja, maar maar, helle, helemaal eens. En en, en dat ja. dat dus dat ze dat nu heel vervelend vinden, omdat ze op een En omdat ja, het geen ondernemers ja. zijn, nee, dat, dat, dat bedoel is ik. Het hele ding. Het zijn gewoon anonieme, semi-anonieme online. Content makers, ja. het zijn geen bedrijven. Dus die worden nu een beetje geconfronteerd met het grote leven? Ja, nee, met het echte leven, ja, ja. absoluut. Net <laughs> ja. Als, en net als dat ze belasting moeten gaan betalen en weet ik wat. En dat dwingt Twitch allemaal af, weet je. Want die ja. heeft allerlei uh, verklaringen, moet je ondertekenen. Ja. En sturen ze ja, dan ja. weer door en weet ik veel wat. Uh, nee, maar los daarvan, um, ja, nee, je, weet je, het is hartstikke leuk dat je een, uh, weet ik van honderdduizend mensen bereikt, geweldig. Maar dan trek ook een grote broek aan en zorg gewoon dat je ook zakelijk gezien de boel op de, op de rails hebt, Absoluut, inclusief ja. gewoon een normaal kantooradres waar je je boekhouding doet en waar je, uh, weet ik veel, waar de telefoon wordt opgenomen of in ieder geval waar een computer staat, waar je e-mail kunt Of e dan ga op je op gewoon checken, een, keer per, een keer of twee keer per week ga je daar een paar uur uh, zitten om wat, wat, wat administratie te doen. Whatever en wat, wat, man, het uh, te, uh, maakt uh, ja gaan donder uit nou, maar maar gaan ga niet je maar nou ja, het juiste adres op. Nee, precies. Goed. Um, volgende week nieuwe piep show.